Maar Harry is een man die datgene vertaalt wat een heel groot deel van het Nederlandse publiek interessant vindt. Als ik zeg Harry is Nederlands, dan bedoel ik niet alleen in het repertoire van, laten we maar zeggen, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Maar bij Harry is het natuurlijk meer. Die man kan zingen over emoties die een hele grote groep mensen pakken. Het is nooit banaal. Al zingt hij in plat Amsterdams een puur Nederlands lied, dan hoor je daar humor in. Dan hoor je daar uiteraard Nederlands in, je hoort Amsterdam erin, je hoort Harry Slinger en Drukwerk erin. Maar kortom, het is één grote bal van emoties die echt Nederlands zijn, maar nooit banaal. Het is niet van, het moet rijmen omdat het rijmen moet, maar er zit een verhaal in zo'n liedje. Als Harry dat zingt, dan voel je dat hij het meent. Dat er wat achter zit. Dat het niet alleen maar is geld verdienen, maar dat er ook in gewoon, doodgewoon Nederlands een artistieke prestatie neergezet wordt. En dat deed Bob Scholte ook? Dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik nu moet putten uit herinneringen. Want ik heb Bob Scholte natuurlijk niet echt meegemaakt. Het is voor mijn tijd. Ik heb hem wel een keer ontmoet. En het was een hele beleefde man, kan ik me nog herinneren. En hij was ook op latere leeftijd ontzettend actief. Hij wou nog graag. Hij wou ook graag erbij zijn en hij wou graag meedoen. We hebben ontzettend leuk gepraat, weet ik nog, een interview met hem gemaakt. Maar het grote oeuvre van zijn liedjes, ja, daar ben ik eerlijk gezegd pas de laatste tijd ingedoken. Omdat je natuurlijk toch een beetje moet weten, waar gaat die ring heen? En wij vonden ook dat Bob Scholte en Harry, dat appelleert ergens aan elkaar. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar voel je wat ik bedoel daarin? Harry verdient die ring. Nu vertelt Harry Slinger dat hij behoorlijk onder de indruk is van het feit dat hij juist werd uitgekozen om de Bob Scholte ring in ontvangst te nemen. Ja, omdat het namelijk iets heel persoonlijks is geweest, of is eigenlijk, van Bob. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Had je het verwacht, deze onderscheiding? Nee. Nee, want ja, maar dat vind ik, dat heb ik ook toen met Edison al ervaren, dat het heel vreemd is om een onderscheiding te krijgen. En onderscheiding, ik vind het eigenlijk, ja, hij hangt eindelijk weer eens aan een Amsterdamse hand. Is zo'n ring dan waarde voor jou? Ja, ja, zeer zeker. Ik ben de jongste uit het gezin. Dus je kan wel nagaan, zo erg jong ben ik ook niet meer. Maar dat bij ons thuis, Bob Scholte, was behoorlijk bekend. Ga je nou dragen, die ring ook? Alleen op officiële gelegenheden. Dat heb ik meteen beloofd. Ik heb meteen gezegd, ik ga hem dus dragen. Want ik vind dat het gezien mag worden.